Een hele goede avond allemaal. Fantastisch dat je gekomen bent. Wie komt er uit provincie Utrecht hier zo? En wie uit, hoe heet dat, Gelderland? Oh ja, dat is wel... En Flevoland, zijn er ook Flevolanders? Groningen, is er ook nog provincie Groningen? Nee, hè? Friesland? Drenthe? En Noord-Holland? Zuid-Holland? Ja, Zuid-Holland wel. Noord-Holland ook, oké. En Zeeland? Nee, hè? Ja, hey, Zeeland. Oh, dat is applaus waard, Zeeland. Waar je ook vandaan komt, uit het oosten of uit het westen van het land. Vanavond mogen we bij elkaar zijn om te zingen. En ik wil je vragen om, als we zo meteen gaan zingen, dat je gericht bent op wat we zingen. Dus probeer ook te kijken erachter, dat je niet denkt van, oh, ik word helemaal meegesleept in de emotie van de melodie. Nee, wat ben je aan het zingen? En richt je in het zingen op dat wat God, wat je tegen God kunt zeggen daarmee. Want alle liederen zijn gericht op wat wij samen belijden en hoe we hem aanbidden en groot maken wie God is. Maar ook wat we doen. Het staat in thema van, wat doe jij daaraan? Wie heeft een van de avonden bezocht van hashtag, wat doe jij daaraan? Oké. Okay. Dat zijn er een aantal, fantastisch. Gaaf om jullie weer te zien en dat we dat samen eigenlijk deze avond over mogen zingen. De vier musketiers, die zijn er ook. Dat zijn degenen die ons in de muziek gaan begeleiden. En ze zijn er ook van de vierde musketier, maar dat zijn drie musketiers. Dus dat... De vier musketiers staan hier. En er zijn ook twee collega's van mij uit Almere. Dus we gaan vandaag luisteren naar getuigenissen. We gaan luisteren uit het woord van de Heere God. We gaan elkaar ontmoeten in de pauze. Koffie, thee drinken, maar ook gewoon erover doorpraten. Hoe kun jij, wat doe jij daaraan in jouw omgeving in gang zetten? En voordat we... En ik daar iets meer over gaan zeggen, wil ik eerst samen met jullie God danken en bidden. Wat is het machtig, Heere God, als we in de Bijbel lezen de woorden waar we zo meteen ook over na zullen denken. Zie hoe groot de liefde van u is, dat wij kinderen van God genoemd worden. Als we u hebben leren kennen, als we gered zijn, dan zijn we ervan onder de indruk. Dat kan niet anders. Wat een liefde in uw hart. Hartstochtelijke liefde. Dat u zo naar ons voorover gebogen bent. Dat u zo naar deze wereld wilde komen, Heer Jezus. Om ons niet in de ellende te laten liggen, maar ons op te richten. Om ons niet in het duister te laten ronddolen, maar ons tot uw licht te trekken. En wat een genade mochten we net zingen. Zo oneindig groot, dat we in u het leven mochten vinden. En als we het nog niet mochten vinden, vanavond mogen vinden. En dat willen we u bidden, Heere, dat we hier niet vandaan zullen gaan zonder dat uw licht in ons hart schijnt. Dat we als lichtjes in deze wereld op de plek waar u ons stelt mogen leven. Heere, we willen u bidden. Wilt u ons vanavond helpen als we in het bidden en in het zingen en in het overdenken van uw woord gericht zijn op u, wilt u ons daarbij helpen? Er zijn zoveel dingen in ons leven die daarvoor in de weg kunnen staan. Dingen die we zien, dingen die we ervaren hebben, die we meesleuren. Heere God, wilt u ons daar los van maken en geven dat we u voor ogen mogen stellen. Want dan staan we onwankelbaar vast. Dan zijn we meer dan vereerd. Heere, wilt u zo met uw Heilige Geest bij ons zijn? Kom onder ons, Heere, zoals u beloofd heeft, waar twee of drie samen zijn in uw naam. Daar bent u. Heilige Geest,
alsjeblieft, dat het vanavond een werkplaats van u mag zijn hier. In Jezus' naam. Amen. In 1 Johannes, 1 Johannes 3, daar lezen we deze woorden. Zie hoe groot de liefde is, de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Zie hoe groot is de liefde die de Vader niet alleen even heeft laten zien. Zoals je bijvoorbeeld nu een stukje scherm ziet. Nou, ik show even mijn liefde. Maar zie hoe groot, kijk met je eigen ogen, hoe groot de liefde is die God de Vader ook niet even in jouw handen gelegd heeft en teruggepakt heeft, maar aan je gegeven heeft. En alsjeblieft, neem hem aan, die liefde. Dat is Jezus. Het cadeau wat de Vader gegeven heeft, de liefde, is één bonk liefde. Eén mensliefde. En dat is Jezus. En dat wil hij geven aan een ieder die in hem gelooft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die ene mensliefde, die ene cadeau van liefde, die volmaakte gift, is Jezus. En die Jezus wilde in onze plaats staan, hebben we gezongen. En het is genade dat hij het aan ons gegeven heeft. Wat doe jij met de Heer Jezus? Heb je, misschien is het een groot woord, maar heb je hem aangenomen? Want als je iets krijgt, gegeven krijgt, moet je het wel aannemen, toch? En nu komt hij in zijn zoon naar deze wereld. En het is een cadeautje voor jou. Dat is het. Zie hoe groot is de liefde die de Vader aan ons gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen van God genoemd worden. Dat kan alleen door die cadeau van liefde. Genade. Jezus. En dat is dat enorme wat mij enorm raakt. Als het over God liefde gaat, dan gaat het te alle tijden in dat wat God in Jezus aan ons heeft laten zien. En op het moment als dat geweest is, dan ben ik gegrepen door Gods liefde. Als jij het cadeau van Gods liefde in jouw leven hebt aangenomen, dan wil je alleen nog maar daarover praten. Weet je wat ik gekregen heb? Weet je wat ik gewoon niet... Ik hoef het niet eens meer terug te geven, het was niet geleend. Maar het kwam voor mij, een cadeau van liefde. Wat was dat? Jezus kwam naar de aarde. Dan ben je gegrepen door Gods liefde. En bij elk blokje stel ik heel kort een aantal vragen aan, of één vraag aan twee collega's van mij. En die collega's van mij, die zijn niet zomaar collega's geworden. Tessa en Lydia, ik wil jullie naar voren vragen. Tessa die komt uit Barneveld. En dat is goed om te weten, zij zat bij jij daar altijd. En toen werd jij gegrepen door Gods liefde. En wat gebeurde er, zeg maar, op die jij daar avonden? Op die jij daar avonden? Eigenlijk gewoon nog steeds hetzelfde als wat hier ook gebeurt, zeg maar. Ik moet wel, ik ben 8 jaar geleden, zeg maar, voor het laatste hier geweest. En nu net kwam ik weer binnen en denk ik, ja, het is echt weer jij daar hier. Heerlijk is dat. Thuiskomen, hè? Thuiskomen, ja. Dus dat is sowieso heel fijn, maar een van de avonden die zou ik nooit weer vergeten. Toen was er ook zo'n oproep van, het heette niet, wat doe jij eraan? Maar dat was wel een beetje de strekking daarvan. En toen kwam André uit Almere. Die klopte mij even op mijn rug zo van, zou je niet wat in Almere willen gaan doen? Ja. Aan kinderwerk of zoiets. Maar jij bent gegrepen door Gods liefde. De Heer Jezus is in jouw leven gekomen. Ja, dat was wel heel bijzonder, want dat had ik eigenlijk nooit eigenlijk verwacht dat dat kon. Ik zat altijd in de kerk en dan dacht ik altijd van ja, dat is voor iedereen, behalve dan voor mij, zeg maar. Ik kwam uit een gezin waar het nou niet allemaal even goed ging, dus ik had niet echt een voorbeeld ook of zo. Maar op een gegeven moment, toen heeft God heel duidelijk ingegrepen in mijn leven en ja, liet hij gewoon echt zien van Tessa, hoe jij leeft nu, dat is niet goed. En ik had eigenlijk maar één keuze en dat was hem volgen. Ja. En dat is wel heel radicaal gegaan toen, ja. Ja, dus van een Barnevelder, Lunteraar, zeg maar, of Lunteraan, hoe noem je dat? Ja, dat weet ik. Maakt niet uit, Lunteraan. Lunteraan, helemaal goed. Jij wil naar Lunteren verhuizen van Barneveld, geloof ik, hè?
Je komt er vandaan. Oh, ja, precies. Vandaar dat je dat weet. Maar dus dan zie je, gegrepen door Gods liefde. Maar jij woont in Barneveld, jij op Urk. Hoe heb jij de liefde van God, als je het hebt daarover? Ik zeg net, dat is helemaal geweldig, de liefde van God in de Heer Jezus. Hoe heb jij dat ervaren, dat jij de Heer Jezus als een schat in jouw leven kreeg? Nou, dat heeft niet zoveel te maken met Urk of Almere, maar dat gebeurde eigenlijk toen ik 9 was. En dat had bij mij te maken met, ik had een klasgenootje met kanker in groep 5. En die overleed op hele jonge leeftijd. En als klas waren we daarbij heel betrokken. En ik weet dat hij Jezus kende. En ik was daar eigenlijk heel jaloers op, want ik had niet dat vertrouwen wat hij had. En door zijn dood ging ik wel heel erg nadenken van, eigenlijk als klein meisje al van, wat gebeurt er als ik nu dood zou gaan of dat als Jezus terugkomt. En toen ben ik eigenlijk als klein meisje al op zoek gegaan naar, hoe kan ik dan bij God horen? En dat vond ik heel ingewikkeld, want ik snapte de preken nooit zo goed in de kerk. Dus op een gegeven moment had een dominee en die legde het evangelie heel simpel uit. En op een gegeven moment, voor mij was het gewoon duidelijk, ik moet mijn zonde belijden en dan hoor ik bij Jezus. Ja. En ik was helemaal blij en ik rende naar huis, want ik woonde tegenover de kerk. En daar ging ik op mijn knietjes en ik gaf eigenlijk mijn leven aan Jezus door mijn zonde te belijden als meisje. Wat ik fout had gedaan en op dat moment voelde ik ook echt dat God in mijn leven kwam. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik nooit meer daaraan getwijfeld. Ja, mooi, want dat staat hier ook in 1 Johannes. Ik gebruik vanavond alleen 1 Johannesbrief. En er staat, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Door die stroom van Jezus' liefde. Dus ik vind dat echt geweldig. En we staan er zelf met onze neus bovenop soms als we zien hoe die liefde van God, zeg maar, mensenlevens verandert. En ik weet niet hoe het met jou is. En ik hoop dat als jij die liefde nog niet kent in jouw leven, dat je eigenlijk, wat Lydia ook had, dat als je mensen om je heen hebt die die liefde kennen, dat je denkt, daar ben ik zo door geraakt. Ik ga naar huis en mijn knieën zijn inmiddels wat groter geworden dan die van Lydia. Maar ik ga op mijn knieën. En ik doe dit. 1 Johannes 1, vers 9. Mijn zonde belijden, want hij is getrouw en rechtvaardig om me te vergeven en me te reinigen van alle ongerechtigheid. Dankzij de liefde die hij geopenbaard heeft in Jezus. En we gaan daarvan zingen met elkaar. En dat is het lied, zie de stroom van Jezus' liefde, overstelpend als een vloed. En daar komen nog een aantal anderen achteraan.
Dus wie kan zwijgen van zijn liefde, of vergeten wat hij deed? Jezus' naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid. Jezus' naam zij steeds geprezen, tot in alle
We zijn hier bij elkaar vanavond en misschien kan je denken, wat heeft dat dan in eerste instantie met het licht verspreiden te maken, met het uitgaan, met het doen? En ik denk dat in eerste instantie zingen met elkaar ook al iets verspreidt. En dat zingen we in het volgende lied als het ware over. Het staat in Psalm 133 dat het bij elkaar zijn van broeders en van zusters, dat dat een liefdesgeur is. Een geur die iets verspreidt in onze omgeving. En ik denk dat we ook vanavond, maar ook op allerlei andere plekken waar we in de naam van Jezus samenkomen, iets kunnen laten zien van Jezus en van zijn geur. En daarom zingen we Psalm 133. Je ziet dat in die psalm voorbij komen. De dauw, de regen, de zegen die van boven komt en het helemaal nat maakt. Het helemaal zo vochtig maakt dat het vruchtbaar kan zijn. Want in Israël zonder dauw, zo vaak regent het niet, is gewoon hopeloos. Dus als dat er niet zou zijn, zou er geen vruchtbaarheid kunnen zijn. En het bijzondere is, als je kijkt over Gods liefde, als dat niet als de dauw iedere dag weer in zijn trouw over jouw leven is. Het is kansloos in jouw leven, zonder die liefde. En het
daar gaat die 1 Johannes ook over. Niet alleen dat je gegrepen door die liefde bent. Er staat bijvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Namelijk dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. We hebben ervan gezongen. We hebben er net van gehoord. Hij gaf zich. Zo hebben we de liefde leren kennen. Zo hebben we de liefde aan kunnen nemen. En dan staat er nog iets bijzonders bij. Daar staat ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wow. Dus het is niet vrijblijvend dat je die liefde hebt leren kennen, maar er moet iets uit het leven gaan voortvloeien. Namelijk, je hebt iets ontvangen om het ook weer door te geven. Het gaat verder. Wie dan de goederen van de wereld heeft? Wij in het Westen. Geheid. Ergens anders hebben ze het niet hoor. Ik ben in Afrika geweest, ik ben in Zuid-Amerika geweest, ik ben in Azië geweest. Nou, hier hebben we het. Jij en ik. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Dit is een tekst die zo aangrijpend is als je daar gewoon eens een half uur op mediteert. Die tijd heb ik niet, maar neem hem mee. 1 Johannes 3. Om daar eens over door te denken. Wie de goederen van de wereld heeft, ik weet niet wat jij hebt, maar aan mogelijkheden om iets te doen. En goederen kunnen zijn spullen, maar straks zul je horen spierkracht. Je kunt voor alles doen. Maar wie rijkdommen heeft, zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan Gods liefde in hem blijven? Je bent als het ware, er zit een enorm lek in jouw leven. Het ligt niet aan God die elke dag met zijn liefde als de dauw over jouw leven komt. Maar je bent zo lek als een zeef, omdat je denkt, ik hou het allemaal voor ikke. Als ik mijn ticket to heaven maar heb, komt het allemaal maar goed. Maar het kan niet anders als de liefde van God jouw leven geraakt heeft, dat er zoiets in je gebeurt dat je niet meer naar de krant kunt kijken zonder dat iets je raakt. Dat je niet meer langs bejaarden kunt lopen zonder dat de eenzaamheid uit hun ogen is. Dat je er ondersteboven van bent. Dat je niet zomaar op het station rond kunt lopen zonder de leegte in de ogen van de mensen te zien. En het grijpt je aan. Om het even praktisch te maken, Tessa en Lydia, zouden jullie nog even hierheen willen komen? Bij elk blokje wil ik dat praktisch maken. Als jij zou moeten antwoorden, ik zou de microfoon bij jou houden. En in jouw leven kijk je rond. Wat raakt jou? En dat is altijd dankzij de liefde van God die jouw leven heeft vervuld. Maar wat raakt jou aan nood in de wereld? Wat zou je antwoorden? Ik vraag het even aan Lydia. Wat zou jij... Wat raakt jou? Jij werkt in de Almere haven onder de jongeren. En kan je gewoon, misschien anoniem of zo, maar even een kort voorbeeld noemen. Dat je zegt, nou, weet je, daar kan ik echt van janken als ik dat tegenkom. Gewoon omdat dat mijn leven raakt. Omdat ik voel die liefde. Dit is zo niet wat God bedoeld heeft. Ik kan genoeg voorbeelden bedenken. Maar van de week sprak ik een meisje. En zij... Haar ouders zijn uit elkaar. En zij woonde eerst bij haar vader, maar dat ging niet goed. Die vader behandelde zijn kinderen niet goed. En zij is toen op een gegeven moment weggegaan daar en is bij haar moeder gaan wonen. Maar niet zonder zonder slag of stoot ging. Ze kreeg heel veel ruzie met haar vader en hij mishandelde hun ook lichamelijk. En nu woont eigenlijk haar broertje en haar zusje wonen nog bij haar vader. En zij zou heel graag willen dat zij daar ook weggaan. Maar ze krijgt dat maar niet voor elkaar. Zelfs niet met hulpverlening, want dat heeft ze in het verleden al geprobeerd. En op het moment dat ik zo'n verhaal hoor en ik zie de gevolgen van eigenlijk verwaarlozing, mishandeling in haar leven. Want zij is verslaafd aan een aantal dingen en ze heeft haar leven gewoon totaal niet op de rit. En ze is nu 18. En ze wil heel graag een studie volgen, maar ze heeft geen idee hoe ze het allemaal moet aanpakken. Dan denk ik wel op zo'n moment van, ja, wat kan ik hier aan doen? En wat, ja, God, wat moeten we hiermee? Maar dat zijn wel dingen die... En stel dat jij die gereedschappen zo voor je had liggen om daar iets aan te kunnen doen. Zou je haar helpen of zou je denken, die hou ik voor mezelf? Nou, ik zou haar sowieso helpen. Oké. Nee, maar dat is de vraag. En heb jij ergens een slapeloze nacht of dat je denkt van, nou, dit, hier kan ik wel om janken? Van wat je om je heen kan zien, wat... Gewoon als je om je heen kijkt in jouw praktijk als in het jongerenwerk?
Ja, net zoals Lydia zei, er zijn zoveel dingen te noemen. Ik zat net al te denken wie van de... Nou ja, wie zal ik er tussenuit pikken? Maar ik moest aan een jongetje denken, die is nu 13. Nou, die komt elke dag bij ons in het jongerencentrum. Omdat, er is nooit iemand thuis. Dus wij hebben daar een keukentafel ook echt neergezet. En er komen veel jongeren, die komen daar altijd een kopje thee doen. En ja, soms dan voel je gewoon een beetje de moeder of zo van die kinderen. Omdat ze komen daar altijd, zeg maar. En dan zie je dus echt een heel stuk ook eenzaamheid, zeg maar, onder die jongeren. En dat er gewoon totaal niemand voor ze is. En als ze s'avonds naar bed gaan, dan komen die ouders pas weer thuis. Ja. En vader en moeder, die hebben ruzie vaak om kinderen, zeg maar, van jij voedt ze niet goed op en andersom is dat ook zo, zeg maar. Dus eigenlijk zijn de kinderen de dupe van... Ze groeien op in eigenlijk duisternis van haat en tegelijkertijd zijn ze zo eenzaam als ze maar zijn kan. Ja. En wat kan je eraan doen? Nou, in ieder geval voor ze zijn, om gewoon en voor ze te bidden, zeg maar, en... te laten merken, zeg maar, dat ze wel geliefd zijn en waardevol zijn. Dus je moet voor je geloof uitkomen, je moet tijd hebben. Nou, je moet sowieso altijd voor je geloof uitkomen. Nee, maar je moet, zeg maar, je tijd geven die je hebt. En dat probeer ik ook echt, zeg maar, voor ze te doen. Maar je probeert ook voor die... dit is een moslimjongetje. Die is vorig jaar gewoon met ons op een christelijk kamp geweest. En dat hebben we echt gedaan om hem ook te laten zien van... er is ook iets anders, zeg maar, wat die leegte in jou wel, zeg maar, zou kunnen vullen. En ja, ik word gewoon emotioneel als ik die momenten weer voor me zie. Dat hij gewoon echt zo aan het zingen was, zeg maar. En hij is de enige van de hele club, zeg maar, die... De rest was allemaal christelijk, zeg maar. Of in ieder geval heel erg gemotiveerd daarvoor. Maar hij was echt een gast, zeg maar, die... Nou, die zit nu nog steeds al die liedjes gewoon op straat te zingen. En dat doet hij gewoon als moslimjongen. En dan denk ik van, hij heeft daar een stukje liefde geproefd, zeg maar, van God... En ja, ik vind dat alle jongeren dat mogen hebben, zeg maar. Ja, en zo zie je ook wat Petrus en Johannes zeiden. Die zeiden bijvoorbeeld, die kwamen gebrokenheid tegen. Die zeiden, zilver of goud heb ik niet, maar de naam van de Heer Jezus. Dus ze hadden tijd om erbij stil te staan. Ze renden niet aan die man voorbij. Maar ze stonden erbij, je staat bij de jongeren gewoon stil. Bij hun problematiek. Je zegt, wat moet het maar opofferen? Gewoon een beetje tijd investeren. Dus het kost je nog niet eens €1000, zoiets. Maar gewoon alleen een beetje tijd en energie misschien, want je zult wel eens leeg zijn. Maar dat is het, dus gebroken door Gods liefde. Mijn vraag is aan jou, als je die liefde hebt ontvangen en je doet niets om het te leven, je bent een lekkend vergiet. Dat zijn we sowieso wel een beetje. Maar je hebt die liefde niet ontvangen om als egoïstisch om naar je toe te trekken en voor jezelf te houden, maar echt om te leven. Als je ziet dat mensen gebrek lijden en je kunt er wat aan doen, dan zegt God in zijn woord, niet Bert, God in zijn woord, dat je er wat aan mag en moet doen. Nou, wij gaan daar twee liederen rondom zingen van gebroken door Gods liefde. En er zit zo'n lied, Heer, raak mijn hart aan. En ik wil gewoon vragen om bij dat lied eens te gaan staan nu zometeen. Heer, raak mijn hart aan. Als ik de krant open doe of als ik in mijn omgeving rondkijk. Als ik vanavond de verhalen hoor. Heer, raak mijn hart aan en maak mij bereid om uw liefde te hebben. Kom er maar bij staan en zing het als een gebed mee. Heer, raak mijn hart aan. Raak mijn hart aan, maak mij bereid, uw pijn te voelen, om wie er lijdt, uw tranen te huilen, bewogen te zijn. Mijn hart aan.
te voelen om wie er lijdt, uw tranen te huilen, bewogen te zijn. In kan zetten, moet hij vaak heel veel aan ons doen. En daar gaat het volgende lied eigenlijk over, waar we vragen aan God: neem mij, kneed mij, vorm mij. En dat doet vaak pijn, maar dat is wel de manier waarop God ons eigenlijk brengt op de plek die nodig is om een licht te zijn in deze wereld. Dus wees bemoedigd als je misschien door zo'n tijd heen gaat, dat je het voelt alsof het pijn doet in je leven, maar dat God je dingen wil leren en een licht wil laten zijn. Machtige Heer, grote Verlosser. Machtige Heer, de grote Verlosser, iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei, zo wordt u mij geest omgeeft mij, leer mij, o Heer.
sterke hand. Die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met hem en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Hier staat dat God licht is. En ik wil je vragen aan de mensen die daar de macht over hebben om het donker te maken. En als God licht is, zul je in je leven merken dat de duisternis verdwijnt. Want terwijl ik hier op het podium sta en je merkt van, hey, het is best donker geworden, dan zul je zien hoe donkerder het wordt, hoe meer het licht opvalt. Zoals een volk in duisternis wandelt, dat gebeurt rondom je heen. Maar als God licht is, is de duisternis niet in hem. Kijk maar, hey, dat is alleen een aansteker. Nou, bij wijze van spreken, God is onze aansteker. Hij werkt niet alleen aanstekelijk, dat hij ons aansteekt, maar hij zet ons werkelijk in vuur en vlam. Door zijn cadeau van liefde. Zie hoe groot de liefde van God is. Hij heeft zijn Zoon gegeven, waardoor wij kinderen van God zijn, lichten in deze wereld. En die lichten die branden niet voor jezelf om op te branden. Maar lieve mensen, je hebt het licht in je leven niet om in duisternis te wandelen en te denken van, ik wandel in duisternis. Nee, om het licht te zijn in de wereld, zelf licht te zijn. Hij, de grote aansteker, die heeft ons het lontje aangestoken, zodat we kunnen branden voor hem. Maar het is de bedoeling dat het zo aanstekelijk werkt, dat het zo door de steden en dorpen van Nederland gaat en ver daarbuiten. En daarom vind ik mooi, als wij gemeenschap hebben, als licht, als wij als het ware bij elkaar aanstekelijk werken. Dat werkt als je rondom de Heer Jezus samen bent, is Hij het licht van de wereld in ons midden. Dan zie je dat dat werkt. Maar niet alleen om gewoon dan voor jezelf hier in een kerkje op te branden, maar om in jouw omgeving in te gaan en daar als een licht te zijn. En Christian die gaat een liedje zingen over het licht. En ondertussen, jullie hebben allemaal een vaccinelichtje in je omgeving. En anders dan doe je alsof. Maar het is even belangrijk. Ik zal één iemand, zal ik het licht aansteken. En dan dat doe ik aan alle drie de rijen. Ik ga niet naar de galerij, maar er is er vast wel eentje die rookt. Oh, Ton is er ook? Oké. Oh, die rookt niet, maar die steekt het dan aan. En de bedoeling is dat het als een lopend vuurtje door de zaal gaat. Let even op, geen kaarsvet of vlammen bij je kleren. Maar even gewoon bij elkaar aansteken. En luister naar dit lied. En ik snap even de hilariteit hier aan de linkerkant. Maar dames en heren, lieve mensen, ik wil dat dit een moment is wat markeert voor jouw leven, dat echt een moment is dat je zegt, ja, maar zo aanstekelijk wil ik dat in mijn leven ook werkt. Ik wil niet dat licht voor mezelf hebben en egoïstisch zijn, maar ik wil dat het verspreidt door de steden heen. En daarom is dit, luister naar het lied en laat het op je inwerken en kijk ook in je omgeving hoe snel alles in vuur en vlam komt te staan, de kaarsjes.
a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. And hold out your candle for all to see it. Take your candles and go light your world. Take your candles and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. And hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candles, go light your world. We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles, light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest time. Out the helpless, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candles and go light your world. Zingt. Sommige mensen denken dat het een grappig moment is. Dat is totaal niet de intentie. Als dit in je leven werkelijkheid is, dat je een licht bent, en Gods woord zegt het, wat een roeping heb je dan in een duistere wereld? Gegrepen door Gods liefde, gebroken door Gods liefde, aangestoken door Gods liefde, heb je een roeping om uit te gaan. En het was afgelopen woensdag dat ik gebeld werd. Iets wat jullie allemaal kunnen doen. Het is gewoon een van de velen. Het was een moeder. Een moeder van een dochter van 31. En vol tranen. In tranen barstte ze uit aan de telefoon. Ik kan niet meer bidden, wilt u bidden? Ik zeg, natuurlijk. Maar wat is er aan de hand? Ze zegt, mijn dochter is hoogstwaarschijnlijk vermoord. En ik kan niet meer bidden. En het is een en al duister in mijn leven. Dat kost tijd.
Dat kost uitkomen voor je geloof en bidden met een vreemd iemand. Maar de vragen liggen er. En zoals je ook ziet, je ziet het bij mij, maar je ziet het bij je buurman. Een klein beetje licht, al ben je maar één minuscuul vlammetje. Want als rechtgeaarde Calvinist kan je dat misschien niet meer als dat van jezelf zeggen. Dan kan je zelfs, ik kan zelfs je ogen zien. Ik kan je gezicht zien. Ik zie gewoon bijna wie je bent. Van één vlammetje. Laat ons dan zo'n vlam zijn. En branden voor de Heer Jezus in deze wereld. Want daarom heeft Hij ons aangestoken. Ik wil je vragen om eerst de kaarsen uit te blazen. En daarna je ogen te sluiten. Want als je ogen sluit en daarvoor, dat gaat niet goed komen. Dan kunnen er ongelukken gebeuren en dit was eigenlijk al genoeg risico. Ja, dankjewel. Laten we stil zijn en bidden. Heere God, als wij zo hier zijn en eigenlijk uw licht in ons leven zichtbaar is geworden en we lichtdragers mogen zijn. Heere God, laat ons dan niet onder een korenmaat stoppen, maar daadwerkelijk op een kandelaar te zetten of onze als lichten te dragen in deze wereld. Als levende ambassadeurs van uw liefde. Heer Jezus, ik wil het u vragen. Om uw machtige werk in ons zo te volbrengen. En ons door de Heilige Geest zo aan te vuren. Dat als wij de nood van de wereld zien. Dat het geen vraag meer is of wij daar ons licht mogen laten schijnen. Maak ons uw getuige, Heer Jezus. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De lichten mogen aan. En we gaan kijken naar een filmpje van een vriend en broer, Timen. Ik was een poosje geleden met hem in de Filipijnen. En naar aanleiding van dat stukje op de Filipijnen heeft hij een filmpje ingesproken. En ik dacht, ik kan wel over de Filipijnen gaan vertellen. Maar zo kort en bondig en raak als hij dat vertelt, kan ik het niet. Dus laten we even kijken naar wat hij te zeggen heeft. Ik ben Timen Westerduin. Ik ben 44 jaar, getrouwd met Annemarie en vader van 3 kinderen. Ik had niet zoveel met de armen daarvoor. Ik had het gewoon netjes afgetikt. Ik sponsor een kindje bij Word en Daad. En dat was dan zo. Dus prima. 9 jaar werk ik nu voor Compassion. Ik heb nu te veel gezien om te zeggen van ik ga weer zitten en ik doe alsof het er niet is. Afgelopen maart ben ik met een groep sprekers naar de Filipijnen geweest. Het was op het eiland Cebu. Prachtige omgeving ergens, dus je kent de stranden en dat soort dingen van de plaatjes. Echt paradijs. Maar in dat paradijs heb ik ook wel iets van de hel gezien. Maar het begon eigenlijk al de eerste dag dat projectmedewerkers daar vertellen dat de armoede daar zo extreem is. Dat mensen alles aangrijpen om te overleven. Kijk, wij kunnen ons dat niet voorstellen, want wij hebben eigenlijk altijd nog andere opties. Als het geld op is, dan gaan we naar vrienden. Of dan hopen we op een betere toekomst, of dan gaan we leningen aan. Of ergens hebben we nog zoveel reserves, zeg maar, hier om ons heen, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld ons lichaam zouden verkopen om te overleven. En daar was het gewoon part of the deal. Dus daar vertelden medewerkers dat meisjes vanaf een jaar of 11, 12... zichzelf verkochten en dat was voor een broodje, voor een colaatje. En dan gingen ze voor de webcam staan of dan deden ze dingen die van hen gevraagd werden. Op een gegeven moment spraken ze over de carton girls. Dat zijn meisjes die zich langs de kant van de weg verkopen voor dat wat ze ervoor krijgen. Er is geen geld voor een kamertje, ze kunnen thuis niet dat werk doen. Een stukje karton langs de kant van de weg en met regelmaat raken ze zwanger, want geld voor voorbeeldsmiddelen enzovoort is er niet. Een van de heftigste dingen misschien wel, dat
dat zij zei, ja, weet je, dan doen ze gewoon van alles. Om zo'n zwangerschap weer om zeep te helpen of dat te stoppen. Want ja, ze zijn al aan het overleven. Er kan niet nog eentje bij. Dus nou ja, dat moet weg. Er stroomt hier een rivier door de Sloppenwijk. Als een meisje moet bevallen, dan gaat ze een poosje iets verderop. En dan bevalt ze daar en laat je het kindje achter in de rivier. En dan gaat ze zelf weer terug naar de plek waar ze zit. Ik kende als het ware die rivier wat meer vuilnis was dan water, zeg maar. En tegelijkertijd ben je doodsbenauwd om te zien waar ze het over gehad hebben. En tegelijkertijd denk je, het zal toch niet? Dit kan toch niet de waarheid zijn? Hoeveel kinderen leven er in zo'n situatie? Hoeveel meisjes raken er betrokken op nou, in deze business? En zij zegt eigenlijk zonder na te denken, nou, 70-80%. Dus dat is alsof ik een linkse kreeg, joh. Gewoon echt van, wat? 70-80%? Dan is het wel even iets alsof er iets scheurt of zo. Dat je denkt, waar moet je beginnen, waar moet je eindigen? Wat moeten we doen? Jongen, wij zitten er nu over te praten. Het is gewoon op dit moment. Sorry. En het is op dit moment. Je voelt jezelf toch ook bedonderd als je je leven lang leeft. En dit is er geweest. En je hebt er gewoon niks mee gedaan. Dat kan niet anders. Of je denkt, shit, ik had hier wel wat mee moeten doen. Dat kan toch niet anders? Als je terugkijkt en de waarde van je leven bepaalt, ja, dan wordt het toch bepaald door dat je heelheid hebt kunnen brengen. Gewoon van betekenis hebt kunnen zijn. Weet je, dan ga je geen lijstje maken van welke auto's heb ik gehad. Echt niet. Terwijl we daar zoveel tijd en aandacht aan geven. Wie zich ontfermt over de armen, die leent uit aan de Heer en Hij zal het hem wel vergoeden. Daar waar jij in investeert, daar gaat je hart, je richting van je leven heen. Waar investeer je in? Nou, dit zijn kinderen van ouders. Dit zijn kinderen van de Allerhoogste. Hoe ver moeten we gaan? Ja. Beantwoord hem zelf. Even tot het uiterste. Huilend zaten we op het strand. Kapot van dit verhaal. We hebben gekeken langs die rivier, of er misschien een dode baby voorbij dreef. We hebben met die vrouwen gesproken, die meisjes. En dit is uit het hart van ons gegrepen. Alleen Tieme kan het beste verwoorden van iedereen. En het is, je voelt je toch bedonderd. Het is zo waar. Ja, we gaan voor een nog groter huis en nog nieuwere auto. Nog betere dit en nog een betere dat. En we weten en we zien echt oprecht onze broeders en zusters, onze medemensen gebrek lijden. En ik maakte me daarnet, en maak, als ik me niet elke dag beschikbaar stel voor God, elke keer weer schuldig aan. En het is ver weg en dichtbij. En het is echt ons verlangen om een beweging te zijn en te vormen. Hier vanuit jij daar, deze avonden. Van ja. En ik ga het met vallen en opstaan doen. En ik ga struikelend achter Jezus aan. Maar ik wil opstaan. En hier iets aan doen. En niet alleen hier, maar ook hier wat aan doen. En daarom is, wat doe jij daaraan? Zo'n bandje. Iets wat ons een gezamenlijke band geeft. In de pauze kan je die dingen kopen. 1 voor €2, 2 voor €5, maar je mag ook 2 voor €4, maar je mag er ook 20 mee nemen. Om aan je vrienden te geven en in de kerk te zeggen, wat doe jij daaraan? Laten we samen een beweging vormen. Het moet niet hier binnen jij daar blijven, maar laten we samen een beweging vormen om de liefde die we ontvangen hebben, in deze liefdeloze, steeds kouder wordende, en het is al onder nul, wereld. Wat doe jij daaraan? En er zijn gewoon een aantal dingen waar je gewoon in kunt stappen. En dat zijn dingen die we met elkaar kunnen doen.
En voor de pauze en na de pauze komen er een aantal voorbij. En ik wil Tessa, Lydia en Arjen van Compassion, maar Tessa en Lydia ook naar voren vragen. En dat zijn gewoon dingen dat je zegt, ja, ik wil opstaan en ik wil wat doen en ik heb tijd. Ik maak tijd. We hebben allemaal geen tijd. Als ik Psalm 23 lees, dan lees ik de Heer is mijn herder, mij ontbreekt. En dan denk ik, staat er niets, maar mij ontbreekt tijd. Dus je moet altijd weer prioriteit doen. Ja, mij ontbreekt ook aan het einde van de maand altijd nog een stukje geld. Nee, je ontbreekt helemaal niks. Prioriteit. En dat is het met tijd en dat is met middelen. En dat is waar stoppen we onze prioriteit in. En ik wil gewoon eens even langsgaan, zeg maar. Van, joh, wat kunnen we doen? Waar kunnen we een stap in zetten? En vandaag hoor je een paar praktische dingen. En ik wil je gewoon vragen, waar ga je wat aan doen? Waar ga jij instappen? Tessa, waarmee kunnen we jou helpen en dat we leren om er wat aan te doen? Ja, er is zoveel. We zoeken bijvoorbeeld jongens voor onze voetbalclub. Gisteravond toen waren we aan het voetballen. Dat doen we in een achterstandswijk. De politie die heeft 3 jaar terug gezegd van ja, dat gaat er helemaal niet goed. Er moet wat aan gebeuren en niemand durfde daarop af. Dus ik ben maar met cola en een beetje bitterballen zeg maar, op die jongens afgegaan. Ik zeg, ik hoor dat hier een gezellig feestje is. Kan je eens wat vertellen? Wat zijn jullie hier aan doen? En zo is er zeg maar, daar een voetbalgroep ontstaan met heel veel moslimjongeren. Het zou heel tof zijn. We hebben daar nu zeg maar, niet zoveel mannen. Maar we hebben vorig jaar bijvoorbeeld een paar keer gehad dat de imam langskwam. En toen kwamen we daar als meiden aangewandeld. Ja, dan kun je wel stoppen, want dan mag je daar geen leiding geven. En dan zijn al die jongens van het veld. Dus wij zoeken heel erg veel mannelijke medewerkers die daar gewoon 1 keer in de 2 weken op vrijdagavond zouden willen helpen. Dus het is 1 keer in de 2 weken, vrijdagavond, je moet kunnen voetballen en bewezen man zijn. Mag ik even handen zien? Wie kan bewijzen dat die man is? Hoeft niet, maar wie kan dat bewijzen? Oké, dan is gewoon heel simpel de vraag. Je kan er geen 100 gebruiken. Hoeveel heb je er nodig? Ja, 3, 4, zoiets. Die 1 keer in de 2 weken willen voetballen? Ja. Dat is dus 3 mensen die 1 keer in de 2 weken, dus je moet er heen rijden, je bent je vrijdagavond kwijt. En verder kun je met hoeveel gasten is dat? Nou, gisteren waren er zo'n 20, maar dat is eigenlijk weinig. Meestal hebben we er nog veel meer. Dus we zitten er ook aan te denken om op een gegeven moment 2 groepen te maken dat we een jongere... En is het alleen voetbal of kun je ook het evangelie vertellen of zo? Nou, wat wij altijd doen is, zeg maar, je gaat eerst 3 kwartier voetballen. Dan gaan we met z'n allen in de kleedkamer zitten, want daar is niet zo gehoord. Dan zijn ze kapot moe, hè? Ja, dat hoop je. Daar vertellen we wel een bijbelverhaal. Of in ieder geval zijn we met de jongeren in gesprek. Ja, je kunt wel alleen voetballen, maar je wil juist maar het licht, wat we hier net ook hebben gedaan, brengen ook bij die jongeren. Hmm. Ja. En heb je nog iets? Nou, we hebben in totaal 12 activiteiten waar je zou kunnen aansluiten. Dus ik kan ze wel allemaal benoemen. Maar als jij iets met jongeren wilt, nou, kom even bij ons langs. Dan laten we alle clubs zien waar je iets zou kunnen doen. Ik kan ze allemaal gaan noemen, maar we hebben zowel jongens als meiden nodig. En je staat in de pauze zo hier? Ja, zeker. Hier als jij Jezus wilt delen met jongeren die hem nog niet kennen, dan ben je van harte welkom. Oké. En dan in het kinderwerk ook? Ja, kijk, ik heb vroeger met Janneke bijvoorbeeld, zij heeft samen met mij ook het kinderwerk, of tenminste in de VBC was dat toen, vakantiebijbelweek. Maar op het moment, zeg maar, hebben we een heel erg tekort aan kinderwerkers. En in die tijd, zeg maar, dat ik zelf ook nog kinderwerker was, hadden we soms 50 kinderen op de club. Maar omdat er nu zeg maar, weinig, nou, eigenlijk tot bijna geen kinderwerkers zijn, ja, dan de kinderen krijgen nu eigenlijk niet zoveel meer te horen. Dus dat vind ik wel heel erg. Ja dat is. Dus dat is dichtbij. En als je zegt, jongens, ja, als zo'n vrijdagavond 1 keer in de 14 dagen kan mij het boeien. Neem een keuze, gewoon hier zo. We willen nog iets doen en dat is echt een statement maken. Wat zou het geweldig zijn als. Als we het over deze mensen hebben, mensen in extreme armoede, hebben Evert en ik een droom. En wat als we 500 kinderen kunnen bevrijden uit de armoede? Dat zeg je, ja, dat is niet haalbaar.
Maar het is wel haalbaar. Want dan gaan we met elkaar... Dus we hebben maar 50 jongeren nodig, van jij daar, een jong volwassene. Je mag ook net zo oud zijn als jij. Hoe oud ben je ongeveer? 41, hier moet je nagaan. Ook toen je rende? Ja, nee, 40. 40, moet je nagaan. Dus je kunt ook tot 40, zeker? 45 kan ook nog? Daar hebben we 50 maar van nodig. En dan kunnen we 500 kinderen redden en jouw leven is veranderd, denk ik, of niet? Of poch ik nu? Nee, zeker niet. Nee, je eigen leven verandert ook. Je maakt niet alleen verschil voor de kinderen daar in armoede, maar het doet ook zeker wat met jezelf, met je eigen leven. Het is ook een hele geestelijke reis die je mee gaat maken, want je bedoelt dan een muscathlon die je gaat doen, dan bijvoorbeeld in Afrika of in Azië. Dat is een week lang optrekken met... Met jij daar mensen, onder andere, maar ook met andere jongeren en soms ook ouderen dan 45. Maar je gaat de hele geestelijke reis ook meemaken. Je hoort, elke dag word je ook, krijg je bijbelstudies. En uiteindelijk wordt geprezen, er wordt aanbeden. Je gaat projecten bezoeken van Compassion. En je gaat ook huisbezoeken doen bij kinderen in armoede. Ja. En dat doet wat met je. Dus je zamelt geld in. Dus je zorgt voor 10.000 euro. Of voor 10 sponsorkinderen. En dat bedoel je denk ik ook. Hè? Als 50 mensen zich ingezet. Ja, dan heb je 500 kinderen. Keer 10 kinderen heb je 500 kinderen. Dat is natuurlijk fantastisch. En de mogelijkheid is om die kinderen ook te ontmoeten. Daar op de plek waar je heen gaat. Bijvoorbeeld Oeganda. Ja. En dan sta je ook oog in oog met armoede. Daarom gaan we er ook heen. En dat is voor hun heel erg betekenisvol. Ja. Dat zij gewoon, dat wij naast hun gaan staan ook. Ja, dus het gaat, heel kort gezegd, gaat om een muscathlon. Zo meteen zie je, zeg maar, van Joshua een filmpje. Niet mijn zoon, maar een andere. Rondom de muscathlon. Dan heb je gelijk helder wat het is. En op het moment dat jij zegt, met jij daar gasten uit Goes, met jij daar gasten uit Ede, met jij daar gasten uit Apeldoorn, met jij daar gasten uit, wat hebben we nog meer, Gouda, en hier uit Zeist. Ja, daar moeten we echt wel minstens met een groep van 50 en een groep van 100. Dan zit de groep vol, dus dat is wel lachen. Als dat helemaal lukt, dat is helemaal een droom. En dat zou bijvoorbeeld in 2021, dan gaan we naar Ghana. En dan gaan we een rondje rennen. Dat is wel aardig wat kilometers, dus je kan nu alvast gaan oefenen. Ga je ook meedoen dan? Nee. Dat lukt niet, hè. Dat lukt niet. Nee, heb je mijn buik gezien? Nee, dat gaat niet lukken. Maar je hoeft ook niet te zeggen, dat ga ik vanavond doen. Maar je kan vanavond, kan je bij wijze van spreken zeggen van... Ik wil daar meer over weten en ik denk er sterk over dit te gaan doen. En dan gaan we, als jij daar een meeting houden, dat we met die gasten dat elkaar ontmoeten, met jou erbij. En dan gaan we uitleggen wat het is, wat er voor nodig is en hoe je makkelijk in kunt stappen. En dat zou echt fantastisch zijn. Want nogmaals, ik hou die 500 kinderen voor ogen. En als je er eenmaal geweest bent, dan ga je daar ook komen, dan ben je zo ondersteboven... Waar ben jij geweest? Welk land? Ik ben afgelopen mei in Oeganda geweest. Oeganda. Je bent er zo door geraakt. Als je zegt, ja, ik wil mogelijk zo'n renreis maken. Als je zo meteen ziet, dan kan je hier zo meteen bij deze stand even een kaart invullen. Krijg je een boek mee waarbij je bijbelstudie kunt doen over de barmhartige... Samaritaan. Dan krijg je dat mee en dan vervolgens krijg jij een uitnodiging voor een jij daar meeting, daar meer over. Dus alleen maar cadeautjes eigenlijk, hè? Dus het zijn kansen. Het tweede is, op het moment dat je zegt, en later op de avond komen er nog wat, zeg maar. Maar als je zegt, jongens, ik wil gewoon voetballen. Kan mij het schelen. 1 keer in de 14 dagen, geef mij een bal. Ik ga met al die gasten voetballen. Of ik ga in een andere community doen. Ik ga in een meidenparadijs ga ik helpen. Dan kom dan hierheen, vraag informatie, wissel het uit en zet die stap. We gaan kijken naar het filmpje van Joshua, terwijl de collecte is. En nadat het filmpje klaar is, dit duurt heel kort, dan zingt Christian een lied. En zingen we daarna nog wat samenzangliederen met elkaar. Maar neem daarin een besluit. Zoek je gift-app op of contant geld. Deze avonden kosten handen vol met geld. Ik dacht, zullen we tijdens de collecte zingen, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Maar het zit allemaal op de mobiel tegenwoordig, dus dat zit geen zilver en goud meer in. Dus laten we luisteren naar een filmpje, kijken naar een filmpje, terwijl de collecte is voor de onkosten van al deze avonden. En daarna dan zingt Christian een lied. Kijk mee! One. Two. Three. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
My name is Joshua. I love to play hide and seek with my brothers and sisters and dodgeball and sonko. But my favorite game is football. My favorite club is Manchester United. Manchester United! My favorite movie is Avengers Infinity War. I love Spider-Man. I love Netherlands. This is where my sponsor lives. His name is Tim. He sent me birthday letters and gift letters. I love him. One day, Mzungu came to our town and he started running. That was a mass cathlon. They started running to help us, and I ran with them. And now I'm in project, I can go to school. I get my medicine, but I don't skill. At our project, we make books, we sing songs, but my favorite skill is baking. I pray for Tim and I thank Jesus for him every day. Ik wil heel graag even handen zien. Wie gaat er mee? Yeah! We zijn nog niet bij de 50. Nee, serieus. Pas in Ede. Er was team mezelf ook. En we hebben al een heel groepje geïnteresseerden. En dus alsjeblieft schrijf je zo meteen. De mannen van Compassion zijn nu hier. Schrijf je in. Dat we met, volgend jaar. Het duurt echt nog een jaar of zo. Dus al heb je team zat in Ede verhalen te vertellen van mensen die gewoon nog nooit gesport hadden. En die gewoon een muskathlon gelopen hebben. En je kunt ook gewoon zeggen met drie man gaan we een triathlon doen. Of van allerlei opties. Maar het zou zo ontzettend gaaf zijn. Als we met 50 jij daar mensen gewoon 500 van deze kinderen geluk in hun ogen kunnen brengen. Gewoon ze uit de situatie kunnen halen van de afvalhoop naar een normale leefomgeving. 500 kinderen kunnen redden uit de armoede. En gewoon, wat kost het ons? Wat kost het ons om dat te doen? Nou, dat is ons verlangen. Als je je eigen opgeeft hier. Dat geeft geen enkele verplichting, maar wij gaan dan binnenkort organiseren wij een avond met alle geïnteresseerden. En dan gaan wij een datum plannen dat wij mee gaan doen met de muskathlon. Land dit nu en heb je geen, denk je morgen van joh, ik wil eigenlijk toch wel mee. Word lid van de Facebookgroep Wat Doe Jij Daaraan? En daar staat ook een berichtje over de muskathlon, meerdere zelfs. Zet daar even een rakje onder, ik ben geïnteresseerd. Dan komt er vanzelf een pb'tje met je telefoonnummer. Want er is ondertussen al een WhatsApp-groep van allemaal mensen die geïnteresseerd zijn. Daar wordt informatie in gedeeld. Dus ik zou zeggen, laat je hart raken. En ik hoop dat je hard geraakt is door het filmpje van Team en het filmpje van net. En laten we gewoon met 50 man, liefst 100 natuurlijk, maar laten we gewoon met 50 man gaan en 500 kinderen hebben. Dankjewel.
was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, jij liet mij binnen gaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Ben jij mij komen helpen? Ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Ja, wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En voordat we nog een heleboel gaan zingen met elkaar zo meteen, geweldige liederen met Christian en de zijnen, gaan we eerst pauze houden. Daar staat heel veel drinken. Daar staat wat drinken, daar de frisdrank, daar koffie, daar ook nog een frisdrank, dus daar kun je heen gaan. Daar achterin, daar vind je de bandjes en de cd's enzovoort, maar ook de bandjes, dat schept een band, hè, dus neem zo'n dingetje mee. En ook voor je vrienden, hier staan Tessa, Lydia enzovoort, daar kun je gewoon aanmelden en hier staan ze voor de Muscatlon. Er zijn niet zoveel boeken, dus wees er snel bij. Fijne pauze en over een aantal minuten... 12 gaan we weer van start.